Jongens, vandaag gaan we een stoppetje doen in onze tuin. Ik ben hier met Jesse, yeah. Tim, Giel en Jesse. Ik ga tellen tot 60 en jullie gaan jullie nu verstoppen. 3, 2, 1, go! Fuck, ik ken deze hele tuin natuurlijk niet. Rennen, rennen! Jesse, ik ben nu al moe! 9, 10, 11, 12. Beter heeft hij niet hierheen gekeken. Dit is heel dicht bij de plek waar Mick heeft geteld. Please, kom maar. Ik heb een fucking leuk idee. Kom. Kijk, een wilde hagenees! Redder, een wilde hagenees! Ah, kut. Nee. Ik denk wel slimme strategie. 29, 30, 31, 32. Ik ga hier gewoon in de bamboe zitten. En ik hoop dat u me niet ziet. Oh. Ik ga nog verder de bamboe in. Ik voel me net een tuinkabouter. Maar dan zonder muts. Zullen we gewoon naar binnen gaan? Ik geloof dat ik heb een leuk idee. Ik ben nou uitgeput van de rennen, hoor. Heb ze een mekkie? Ja, echt. Gaan we zo'n mekkie halen? Ja, 46, 47, 48. Ik zit diep in het woud. In de bamboe, met buiten adem. Ik moet echt meer gaan sporten, jongens. Tim, jij gaat wel de goede kant op. Hé, hey, gekke hagenees. Yes. Zet die deur voor mij, Jesse. Ja, Ties, wacht, ik heb eens een leuk idee. 57, 58, 59, 60! Oh shit, hij zegt 60. Oké, ik heb tot 60 geteld. Zoals je ziet, ik zie helemaal niemand. Ik hoor wel heel veel geluid ergens vandaan komen. Dus daar gaan we meteen even checken. We kunnen op stop spelen, maar... Wat is nou, Jesse? Hier, pak. Oké, kom, we gaan. Oké, neem hem mee voor onderweg. Ja, voor onderweg. Oké, boys, ik hoor hem nu praten. Volgens mij komt hij mijn kant op. Ik weet bijna 100% dat daar iemand al zit. Dat moet wel, dat moet gewoon. Ik hoor hier toch geluid? Ik hoor gewoon iemand praten. Kut. We gaan hier gewoon even zoeken. Ik weet bijna zeker dat hier iemand is. Dat moet wel. Echt, jongen, dit is zo groot. Kijk dan, ik ga echt uren moeten zoeken hier, man. Hallo Giel. Nee! Ik heb je al. Ik had hier zo lang over nagedacht, Pik. Ik dacht van dit moet de plek zijn. Nou, nee. Je werd letterlijk gevonden in minder dan één minuut. Je witte of white zag ik gewoon er doorheen komen. Nee, tuurlijk. Ik zat met mijn rug daarheen. Dat was ook niet heel slim doordacht. Nee, als je nou echt gewoon slim wil zijn, had je iets van groen moeten aandoen. Nou, dat is één. Dat betekent nog Jesse, Chesto en Tim. En dan zijn we alweer klaar. En waar gaan we zitten? Zal ik die deur voor jou erin gooien? Ik wil echt... Wat is dit dan? Weet ik niet. Kom hieruit. Weet ik ook niet, omdat hij zijn eigen huis niet kent. Ik ben hier nog nooit geweest. Het huis is zo groot. Ben je van jouwtje? Ja, echt hè? Ik heb er ook een. Hoppa. Oh, kut. Oh, hier zijn we net langs gelopen. Kijk. Oké, dit is geen slimme plek. 60 seconden is niet lang. We hebben niet lang meer. Kom. Eerst doe even. Zo. Imagine Mick vindt als je zou gaan te zuipen met het. Heb je überhaupt een idee waar mensen zijn? Nee. Oh, oké. Nou, dan kan je meezoeken. Leuk, lachen. Nou, let's go. Dan gaan we dat gewoon doen. Zit op. Kom maar, joh. Gaat die deur er voor je? Ja. Yes. Je moet bukken. Later, yes. Doei. Nou, jongens. Ik ben nou hier opgesloten. Graag te kloten. Ik heb maar geen zin in, joh. Ik wil gewoon zwemmen. Ik ga sowieso weer naar Pik. Oh, mijn god. Ik zie Tim gewoon rennen, man. Ja, nog gezien, denk ik. Oh, nee. Ah, ik zie hem gewoon rennen! Kut, hij heeft me gezien. Ik ga gewoon in de bosjes. Dit valt sowieso op. Kijk Tim. Oké, ik zit echt op een plek, dit valt sowieso op. Hier kan ik tenminste lekker mijn biertje drinken. Ik moet wel dichterbij zijn. Waar is hij nou? What the fuck? Ik zag hem hier rennen. Hoe kan hij nou, zou hij zeggen? Ik hoor mensen. Oké, moet een beetje stil zijn. Anders horen ze mij, ik ben gelijk uitgeput. Er is niks voor mij rennen. Oh, er zit een bamboe in mijn reet. Ze komen. Kijk. Alle vijf! 2 voor de prijs van 1. Oh mijn god, tuurlijk, maar de alcohol is als Jesse. Tim, jij rent toch? Ja, ik zag jou. Ja, maar ik zag jou nog niet. Dan ben ik toen eens een keer niet het eerste gevonden. Ik heb jullie allemaal binnen 5 minuten gevonden. Het was wel logisch eigenlijk, want daar staat de alcohol. En dan is Jesse hier. Chester gaat nooit in zijn eentje op pad. Hij is niet zo iemand. Oh, waar is hij? Waar is hij, Chester? Waar is hij? Hij moet hier ergens zijn. Wat is dit? Is echt een rimboe, jongens. Echt, ik heb nog niet eens 1/4 van de tuin gezocht en ik heb best wel... Ik heb eigenlijk iedereen nog gevonden op 1, iemand na, op Chester, hè? Hey Tim, je moet me niet vaak zo laten rennen, hoor. Ik zie jou rennen, ik ga ook gelijk rennen. Er is helemaal niks voor mij rennen. Chester is sowieso met jullie mee. Chester gaat nooit alleen. Ik ken hem langer dan vandaag. Nee, hij moet hier ergens zijn. Of hij is daar gewoon.
Maar dat is geen tuin. Dus dat zou niet mogen in die dingen. Ik ga een slokje bier nemen. Ah, lekker zo. Ik ga niet nou daar zoeken. Dan moet hij daar zijn. Nee, daar is hij niet. Hé, kijk wat ik nou vind. Zo, dat is lekker. Jezus, ik moet gaan zoeken, jongen. Je zit mij gewoon af te leiden. Testo, hallo. Oké, ik heb oprecht geen idee. Maar ja, kijk, als je de hele tijd verplaatst. Deze tuin is echt groot, hè. Ik bedoel ook echt heel groot. Dat is niet op de flex of zo. Maar 2,5 voetbalveld is aardig groot. Dus ja, als hij nou hier zit, waar ik vermoed dat hij zit. Ik denk gewoon dat hij alleen op pad is gegaan. Of niet alleen op pad is gegaan, want dat doet hij nooit. Maar hij kan ook hier daar ergens zitten. Maar als hij nou daar ergens zit en ik loop daarin en over hierin, dan ben ik echt uren aan het zoeken. En ik hou niet van zoeken en rennen. Dat is gewoon niet mijn ding. Maar we moesten gewoon een keer een verstoppertje in de tuin doen, want het is gewoon legendarisch. Als je zo'n tuin krijgt, dan moet je dat een keer doen. Ik sta bij mijn benen. Kijk, hoe staan? Ik sta zo goed. Doe mijn werk. Hij zit daar. Waarom staan jullie hier dan? Denk je dat ik dit vak pas een dag doe of zo? We staan hier en dat dicht bij de deur. Ik ben geen Mogol. Je kijkt letterlijk hier naar binnen om te kijken waar die zit. Mik in de rimboe. Ja, je verraadt het gewoon. Nick, maar misschien weet ik dat jij dat denkt. En keek ik expres daarheen. Misschien zitten jullie expres daar met z'n tweeën verstopt. Omdat Chester hierin is verstopt. En dan zo, je deed niet eens je best. Er zit hier gewoon een plan achter. Ik ben geen Mogol. Blijf gaan, want je kan hem niet vinden. Ja, blijkbaar zit hij gewoon hier, maar zie ik hem gewoon niet. Chester is helemaal zwart gekleed. Dus... Ja. Nou, ik denk dat je er gewoon echt helemaal in moet lopen. Om hem te vinden. Ja, dat denk ik ook. Okay, ik ga je een tip geven. Omdat het zo lang duurt. Hij zit wel hier ergens. Nee, joh, echt, Jesse. Maar waar? Ja, maar ik zou nou nog niet gaan, want er zit niet te poepen. Oh, nou dan laat ik hem even lekker poepen. Nou jongens, Mick is nog aan het zoeken. Wij gaan even een lekker biertje drinken, of niet? Ja, joh. Ik niet meer. Niet meer? Vroeg fout. Kom op, Jesse. Ze hebben dus letterlijk gezegd dat hij dus ergens hier moet zitten. Dus hij moet hier ergens zitten. Zie jij niet dat wij druk bezig zijn? Ja, zie jij niet dat ik ook gewoon hier even een drankje op pak? Oh, lekker. Ja. Hé, dat doen we niet meer hier. Ja, dat zit op. Ook al verder, dat doen we niet. Nee. Maar ik drink hem in één keer op, dan kan je hem vinden. Nee, ik heb even pauze. Ja, als je hem in één keer opdrinkt, dan kan je wel een tip hebben. Kijk, als je een artje doet, dan krijg je een tip van. Je hebt toch net al een tip gegeven dat hij daar zit? Hé, jij zou toch meezoeken? Wat? Ik zou meezoeken? Ja. Ja, maar ik weet waar hij zit. Nee, dat wist je toch niet? Ja, oké, dat was om jou te misleiden. Verrader. Verrader? Nou, ik kan, verrader. Moet ik meezoeken? Ja, ik kom. Weet hem zo te vinden. Dat is iets wat jij niet kan, maar dat ga ik dus even lekker niet doen. Ik ga je beetje helpen, want Chester zit waar ik heb op. Heeft hij een goede plek? Als je de zon zou kijken. Hé, als ik je rug zie, hoor ik je niet, hè? Oké, okay. Als je dit gebied zou hebben, hè? Ja. Hé, hey, doe even aan Chester. Waar zal hij zich dan verstoppen? Ja, we hebben hier geen frituur of zo, dus. Oh, je moet daarin zitten, maar die zit vol. Dat kan niet. Dat kan niet. Dat zou heel leuk zijn. Oké, okay, gaan we verder kijken. Waar zal hij zich dan kunnen verstoppen? Hij is wel hier ergens. Waar zal hij zich kunnen zijn? Ja, hier mag je niet in. Nee, daar mag je niet in, inderdaad. Nee. Hij zit niet in de garage. Niet nee, hij zit op het dak dus. Gast, het is zo makkelijk. Hij is zo dom. Zo makkelijk. Ja, hij zit dus op het dak. Ik ben nog helemaal vol. Nou, ga kijken dan. Nee, daar kan ik niet bij. Echt, gast. Oh, ik zie hem. Hi. Nee. Ah, oh, gast. Kutzooi. Wat ben jij nou weer voor vies ventje? Ja, jij zit helemaal vol bier koken. Ja, waarom denk je dat hij hier stond? Zeg maar, ik was Chester aan het helpen en toen ik hem weer aanlopen, dus dat was mijn eerste optie. Je had gewoon geen tijd om te stoppen. Nee. En je had ook gewoon een biertje. Ja, ik had ook een biertje. Ik denk, ik zit lekker te genieten hier en hij zit verstopt. Nou jongens, jongens, verstootje. Ik weet dat je het leuk vond. Doe even liken, abonneren en lekker eten geven aan mij. Ja. Stuur eten op naar ons huis. Het adres is...